Er werd me gevraagd vandaag een kort woordje te spreken over ons traject samen aan de MRE. Gezien ik tijdens deze opleiding aan de meest onsexy bijnaam ooit kwam, namelijk moederen, vond ik dat ik hier niet onderuit kon. MRE was, misschien een beetje cliché, voor mij vooral te vergelijken met een ritje op een rollercoaster. De eerste aarzeling of je het wel zal doen. In mijn geval wetende dat ik als ingenieur-architect geen enkele voorkennis had van het financiële of het economische. Maar dan de beslissing, we doen het. Instappen en rustig vertrekken. Bij de eerste lessen van de verschillende gastprofessoren, bij vastgoedmarkten en locaties, dachten we, ça va, chill. Vonden we misschien wel een beetje te weinig uitdagend. Opeens echter voelde je het komen. Tjak, 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 tjak. De paper van professor Verretsel, in combinatie met examens recht en fiscaliteit, deed ons inzien dat het toch wel eens pittig kon worden. En wellicht toch geen walk in the park werd. Hierna waren we pas echt vertrokken en stortten we ons in de dieperik. Professor De Keuster leerde ons shuffelen met Excel tot we bijna paars zagen van de inspanning. Na het examen taxatieleer konden we even ademhalen in de vakantie. Voor een tweede jaar dat zotter werd met de week. Management, economie, financiering, portfolio management en dan nog even een thesis ertussen en erna. Op dit moment zat ik zoals zoveel, denk ik, te schreeuwen in de rollercoaster dat het moest stoppen en dat ik eruit wou. Gelukkig hadden we al die tijd mekaar. Het is ongelooflijk hoe snel we samen een band hebben opgebouwd. Niemand, ook niet onze meest naasten, konden immers beter begrijpen wat we moesten doormaken. We zaten allemaal in datzelfde karretje en motiveerden elkaar voortdurend om vol te houden. Ogen dicht en gaan. We kunnen in alle eerlijkheid wel zeggen dat we tijdens onze traject het nieuwe ethos work hard, play hard eer aan hebben gedaan. Iedere vrijdag was er na de les de welverdiende gin tonic of het boerke bij ons padje en natuurlijk de hotmix. Onze uitstap naar Krakau werd legendarisch. Professor Matyshak was wellicht terecht niet echt onder de indruk van ons bendeke, bleke, vegeterende studenten in zijn collegezaal de zaterdagmorgen. Ik vrees dat we op dat moment maar weinig kritisch of intelligent zijn overgekomen. Maar dat kon ons Poolse worst wezen. Op onze lippen lag nog de smaak van de vodka in de zalige nacht de uren voordien. En nu staat dit zootje ongeregeld hier samen. We hebben hard gefeest, maar nog harder gewerkt. Vooral de quasi onmogelijke deadline van de thesis was voor velen, inclus mezelf, bijna net die loop te veel, maar we hebben het toch maar gedaan. Zo komt het dat we hier vandaag, nog maar net uitgeraasd en op adem gekomen van onze wilde rit, achterover kunnen leunen, elkaar aan kunnen kijken en met een glimlach kunnen zeggen, verdorie, dat was leuk. Nog een keer?